schade bij het Syrische restaurant Rama op de Woenselse Markt in Eindhoven. In de nacht van dinsdag op woensdag rond 1:30 explodeerde daar een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding van de explosie en roept getuigen op om zich te melden. Op de Woenselse Markt waren dit weekend na de voetbalwedstrijd Nederland tegen Turkije ongeregeldheden tussen mensen met een Turkse achtergrond en mensen met een Syrische achtergrond. De aanleiding was het Turks-Koerdische conflict dat is opgeleid door het EK. Eerder deze week waren er ook explosies bij Syrische supermarkten in Den Bosch. Of er een verband zit tussen de explosies is niet bekend.